Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag wil ik heel graag samen met jullie mijn nieuwe lightmarkers gaan uitproberen. Ik heb die van de week aan jullie laten zien in mijn unboxing, wat ik allemaal had gekregen. En ik heb in de tussentijd wat filmpjes gekeken over het inkleuren met lightmarkers. En iedereen doet het op een andere manier, dus ja, het is denk ik gewoon een kwestie van gaan uitproberen. Uiteraard ga ik met de waterbrushjes die ik ook had gekregen werken. Ik heb de middelste gevuld met water, omdat ik zag dat sommigen doen het met een gevulde waterbrush. Anderen die hebben weer een bakje water ernaast, dus dat heb ik ook gedaan. En dan met een droge kwast, dus dat wil ik ook uit gaan proberen. Nou, er zitten drie verschillende maten in. Die met water, dat is de middelste kwast. Even kijken, die is ongeveer zo groot. Dan heb ik de droge kwast, is deze kleine. En ik heb hier natuurlijk mijn setjes neergelegd. En wat ik eigenlijk wil gaan doen om te oefenen, maar ook gelijk voor mijzelf om te zien hoe het op papier is, heb ik van ieder setje cirkels gemaakt met de kleurnummers erbij. En dan wil ik eigenlijk die vakjes gaan kleuren. En dan kan ik, als ik aan het kleuren ga, dan kan ik hier op kijken van hoe dat er dan op papier uitziet. En in de, ja, ondertussen kan ik dan natuurlijk ook een klein beetje uitproberen hoe dat nou werkt. Met die waterkwasten en een bakje. En sommigen die deden ook hier op een acrylblokje wat stiften en dan. Dus dat wil ik allemaal gaan uitproberen. Nou, ik heb hier begonnen met de florals. Dus dan ga ik eerst de floral set even uitpakken. Ik zal misschien ook nog even aan jullie de waterbrushes laten zien. De code. Waar ben ik? Daar. Die is SLESWBRU01. En we gaan nu beginnen met de floral set. En daarvan is de code JMAESMARK06. Ik ga ze er even aan uithalen. Moet je kijken, wat een lekkere kleurtjes. Dit is echt zo'n snoepjes set. Lekkere frisse tintjes. Ja, ze zijn er allemaal uit. En ze liggen bijna op de grond. Nou, even kijken. Het maakt de volgorde denk ik niet zoveel uit. Ik heb hier de 84 pastel violet. Dus dan ga ik dit rondje mee inkleuren. En dit is die gevulde, hè? Ja. Dan ga ik daarmee het eerst proberen, want ik heb filmpjes gezien van Ilse. Hoe heet ze nou toch van de achternaam? Weet ik niet meer. Maar in ieder geval, zij zet gewoon de marker op het papier. Zet ze wat kleur op. En daarna gaat ze heel snel met de waterbrush eroverheen. Maar nou heb ik hem natuurlijk niet geladen. Ik denk dat dat met die push dan moet. Oh, ik ben bang dat ik te lang wacht, dus ik pak gauw wat water uit mijn pakje. Ik denk dat ik al te lang heb gewacht nu, omdat ik hem niet goed voorbereid had. Maar kijk, door dit te doen, leer ik het natuurlijk wel. Dus als jij ook nog nooit met waterbrushjes en markers hebt gewerkt, gewoon lekker uitproberen op zo'n oefenblad. En dan merk je het vanzelf. Dus je moet echt vrij snel door. Kijk, nou kan ik zeggen, als ik wat langer eroverheen ga, dan blendt het wel een beetje. Maar niet zo mooi als bij Ilse. Ilse Hoekstra, dat was het. Nou goed. Voor het kleureffect hebben we natuurlijk nu wel een idee. Het is een mooie zachte roze kleur. Ik denk dat ik ook even, oh hier, een wc-papiertje of een keukenpapiertje erbij pak. Zal ik het gewoon aan de lucht laten drogen of toch een beetje zo wegdeppen? Gaat de kleur dan weg? Ik weet het niet. Maar ik ga in ieder geval wel tussendoor steeds mijn kwast schoonmaken, want ik wil wel heel graag zien hoe die kleuren eruit zien. En dat ik ze niet ga mengen. Nou ben ik benieuwd. Want net lukte dat dus niet zo gauw. Of je dan met dat pushknopje op die pen
Of heb ik nou een lege in mijn hand? Oh, lekkere muts. Dit was de lege. Hier had ik die... middelmaat. Ja, kijk. En als je dan op die... Lekkere tester ben ik, hè. Maar als je dus op die push-knop drukt, dus knijpt aan beide zijden, dan laat je de haren eigenlijk met water. En goed, dan moet je dus wel de volle pakken. En ik heb het net met een droger zitten te doen, want daar wilde ik het dippen mee proberen. Nu ga ik echt met de gevulde eens proberen. En dan gaan we deze kleur nummer 89. Die had ik hier. De Pale Purple. Nou, dus ik heb van mijn DT-maatje Mariette al begrepen dat je op het papier zeker het beste met de brushpunt kan werken. Want er zit ook zo'n, hoe noemen ze dat? Bijtelpunt, vertelde ze me. Oh, ik zit lekker buiten beeld. Maar met de bijtelpunt, dat je daar wat minder makkelijk mee op het papier en dan kan blenden. Dus ik ga naar haar luisteren natuurlijk. En ik ga het nou met die brushpunt hier zo opzetten. En dan proberen met deze kwast het te blenden. En dan die kleur verdelen over mijn vakje. Zo kan je natuurlijk wel goed zien hoe je hem wat intensiever en juist ook heel soft met veel water kan kleuren, zo'n vakje. Maar ik zie ook wel dat ik nog veel moet oefenen. Want bij Ilse leek dat zo makkelijk. Maar ja, die vrouw kan ook kleuren als een... Hoe zeg je dat? In ieder geval als een kei, als een koningin. En ja, ik begin natuurlijk pas. Dus je moet niet verwachten dat het meteen wat wordt. En je ziet dat deze is... Ook mooi licht en mooi roze, maar hij heeft net iets paarser. Kunnen jullie dat ook goed zien in het camerabeeld? Ik hoop het, want anders is het misschien wel een beetje jammer. Dan ga ik door met de 161 Bright Apple Green. Ik ga toch even dat kwastje, want ik zie nou wat roze in die punt. Ik wil natuurlijk niet dat het door elkaar gaat. Als je echt wat sneller bent, dan is het blenden wel makkelijker. Dus je moet proberen als je direct op het papier gaat doen, om dan meteen met die natte kwast erop te gaan. En dan gaat het hartstikke goed. Ja, hier word ik wel blij van. Dus misschien ook wel omdat het mijn derde keertje is. Mijn derde cirkeltje. Dat ik er steeds beter in word. Wie weet dat ik aan het eind van deze cirkeltjes wel een hele goede kleurder ben. Zou het? De volgende die ik heb gepakt is de 10. De Deep Red. Ik laat nog een keer eerst in dat ding. En dan zet ik een beetje kleur op. En dan meteen met mijn kwast. Ja, kijk. Het wordt nog wat. Volgende keer ga ik beginnen in de rand, waar het van wit, van kleur naar wit gaat. Net heb ik aan deze kant begonnen. Dan zie ik dat ik al wel iets meer moeite moet doen. Dus hoe sneller je kan, hoe beter eigenlijk. Hier zit nou een viesje. Maar het is een mooie kleur dit Deep Red. Daar hou ik wel van. Dan heb ik hier de... 41, de olive green. Ik denk dat ik gewoon deze hele set op deze manier met het op het papier opzetten doe. En dan de volgende die ga ik dan op dat acrylblok eens proberen. En kijken wat of me dat lukt en wat het verschil is qua blenden en of het makkelijker gaat. Ook een mooie kleur. Doet me een beetje denken aan de Peeled Paint van hoe heet dat? Van de Distress. Mooie kleur.
De Olive Green, nummer 41. Zo. Dan heb ik hier 291. Oh, die had ik daar als eerste op geschreven. De Primary Magenta. Benieuwd. Want het is nogal roze. Nou, deze kleurtjes liggen redelijk dicht bij elkaar. Ze hebben net zo een nuanceverschil. Hier zit wel echt meer dat rozige in. Terwijl die andere dan wat paarser. Met name die middelste is echt wat paarser. En hieronder is dat er dan weer net tussenin. Tussen deze twee. Die twee bedoel ik. Maar dat is denk ik als je met bloemen, florals, dat zegt het al. Kan je net natuurlijk wat nuanceverschillen maken. Ik denk dat dat heel mooi is. En ik twijfel nog steeds of dit direct op het papier mijn manier is. Want hier vind ik het dan weer net. Ja, je ziet toch overal wel weer die streep. Eigenlijk is alleen maar bij deze het heel mooi gelukt. Maar goed. Dan hebben we de 246 Ruby Red. Daar heb ik dit cirkeltje voor bedacht. Ik zorg maar dat mijn pen meteen of mijn neus. Kwast meteen kleuren of water heeft. Oeh. Dat is wel een beetje jammer. Dat probeer ik snel te doen. En dan ga ik wel buiten de lijntjes. Het is hele mooie kleur rood. Net iets donkerder. Iets minder oranje als deze deep red. Met rondjes draaien krijg je wel die lijnen wel aardig weg. Mooie kleur. Wat heb ik hier nog? De Light Violet nummer 82. Die heb ik daar gereserveerd. Een plekje. Heb ik hem al bijna leeg geknepen? Oh nee, daar gaat dan nog best wel veel in. In die kwast. Het is wel leuk om te kijken wat dat water dan zo met die kleur doet, hè? Vinden jullie ook niet? Zo heb je een wit vlakje en zo kan je daar dan een heel bolletje mee inkleuren. Ik heb begrepen dat het de kwaliteit van je papier ook nog wel wat uitmaakt. Nou heb ik hier gewoon 300 grams aquarelpapier van Action. Omdat ik eigenlijk nooit kleurde. Omdat ik vind dat ik dat niet zo goed kan. Ja, heb ik eigenlijk nooit de neiging gehad om dan duurder papier te kopen. Maar nou ja, ik word natuurlijk wel uitgedaagd nu. Om wat meer te gaan kleuren. En wie weet, als ik blijf oefenen, dat ik inderdaad dan ook wel. Dat het de moeite is. Dat het de moeite loont om wat duurder papier te kopen. Maar zo om de testjes te maken, om de kleur te zien op papier. Denk ik dat het aardig gaat. Maar ik zie ook wel dat het bij het blenden, waar ik het wat langer doe, daarvoor gaat het papier een beetje. Zullen we dat rullen noemen? Weten jullie dan wat ik bedoel? Ik denk het wel. Oeh, dit is ook een mooie diepe paars. Zie je dat? Ik heb ook wel weer extra moeite met het vervagen, maar zo, een beetje extra water. Nou, binnen de lijntjes kleuren
Dat moet ik dan ook helemaal nog leren, zie je dat? Maar daar gaat het nu even niet om. Ik ben nu vooral aan het focussen om die kleur mooi erop te krijgen. Hier heb ik teal green, 60. Daar had ik dit plekje voor gereserveerd. Ik ben benieuwd, want op zich vind ik altijd teal een hele mooie kleur. Volgens mij is dit ook een hele mooie kleur. Ja, oh, ik vind dit heel mooi. Ik hou hiervan. Teal green. Mooi, hè? Zo, en dan hadden we nog ice blue, als het goed is. Ja, nummer 65. Mooie heldere kleuren zitten er in deze set. Intensief. En dan hebben we nog een lemon yellow, nummer 35. Dat is wel grappig, want als je dan, nu heb ik met blauw gedaan en nu geel. En dan dacht ik, oeh, heb ik nou mijn kwast echt wel voldoende afgepoetst. Maar alleen maar zo tjoep tjoep over zo'n papiertje is eigenlijk al voldoende. Want je ziet, nu dit geel had hartstikke groen kunnen worden als ik het niet goed had gepoetst. Maar dat gaat dus heel makkelijk ook wel weer van je kwast af aan een stukje toiletpapier heb ik gewoon. Meestal is het keukenpapier, maar ja, hier op zolder lag een toiletpapiertje. Ik vind het wel heel erg mooi. Nou ben ik heel benieuwd, want ik heb natuurlijk vreselijk buiten de lijntjes gekleurd op sommige plekken. En dan had Ilse ook een tip door met een natte kwast met alleen maar schoon water de lamp op te gaan. En dan zou je dat wel zo heel eind weg kunnen halen. Dat lukte ook inderdaad wel aardig. Dus niet helemaal dat je papier weer spierwit wordt, zei ze ook. Maar je kan het wel een klein beetje wegpoetsen. Dat is wel fijn. Ook weer leuk om getest te hebben. Nou, dan zet ik hem heel even op pauze. Want ik wil heel graag mijn setjes goed bij elkaar houden. Dat de juiste kleuren in het juiste doosje zitten. Want als ik ermee ga kleuren, dan moet ik aan jullie kunnen vertellen waar ik het mee gemaakt heb. En dan gaan we straks verder met de volgende set. Zo, ik heb weer netjes. We gaan nu verder met de Vintage Muted set. Vintage Muted. En deze heeft de code JMAESMARK04. Er zit ook weer 12 kleuren in. En deze keer wil ik graag gaan proberen om de kleuren, oeps, op het acrylblok. Nou, verlies ik er één. Oh, ja. Op het acrylblok eerst te kleuren en dan met een droge, hoe heet dat? Droge kwast in het water dippen en dan hier op mijn vakjes te gaan proberen gebruiken. Dit is een manier, zo doet Janine Siemerink het. En ja, ik ga het gewoon natuurlijk uitproberen hoe mij dat bevalt. Ik begin met nummer 184, teal blue. En dan moet je dus eerst op je acrylblok kleuren. Dan het kwastje alleen een beetje bevochtigen. En dat was, wat zei ik nou? 184. Oh, ik heb 148 opgeschreven. Dat is, nu moet ik straks even veranderen. Ik heb twee cijfers omgekeerd. En dan krijg je de kleur ook wel
makkelijker geblend, merk ik. Je hebt in ieder geval niet zo'n streep. Dat is wel fijn. Beetje water. Het is wel... Nou, dit is misschien wel iets makkelijkere manier om te kleuren. Als je het nog niet zo goed kan zoals ik. Kijk, je krijgt een mooie kleur en je kan een mooi verloop maken. Dus waar je begint wat intensiever. En ik kan ook, omdat ik niet zo gehaast hoef te doen, wat mooier binnen de lijntjes. Om kijk eens hoe goed dat is gelukt. Dit is misschien wel een goede manier voor mij om het te leren. Nou, moet het acrylblok natuurlijk schoon. En dan gaan we door naar de volgende kleur. Dat is 229. De Grayish Green Sage. Of sage, ik weet niet hoe je het moet uitspreken. Sage klinkt wel mooi, hè? Het is een hele lichte groene kleur. Ik ben benieuwd. Beetje water. Kleurtje opnemen van het blok. En dan hadden we dit. Oh, ga ik wel buiten de lijntjes. Een mooie kleur. Je kunt dus met meerdere laagjes, vertelden ze ook, de kleur intensiever maken. Zo kan je ook eigenlijk wel zien. De eerste ronde is heel subtiel. En als ik dan toch weer wat kleur van het acrylblokje opneem, kan ik hier heel mooi het wat donkerder maken en weer uit laten vagen naar de andere kant. Mooi, heel mooi. Even kijken. Dus dat was de 229. Wasje weer even schoon. En dan hadden we nog een groen. 231. Seaweed Green. Dus zeewierengroen. Die is iets donkerder groen, zie ik. Oh ja, dat is een hele mooie combinatie met elkaar. Als je dan inderdaad met licht en donker wil werken in een kleurwerkje, dan passen deze perfect bij elkaar. De een is net een fikkeltje donkerder dan de ander. Iets wat grijzig groen. En dat is dat muted ook, hè? Vintage, niet zo fel van kleur. Ja, heel mooi. De volgende is een 80. Gray violet. Even kijken, die heb ik. Dit vakje voor gereserveerd. En dan kleurtje opnemen. Gray violet. Mooi. Ik denk dat echt als je... Net als ik begint met het kleuren, met een kwastje en water, een beetje de watercolor, dan is deze manier net iets, misschien kan je het wel veiliger noemen. Je kan iets makkelijker, je moet een beetje opbouwen. Het zit er niet meteen batsboom op. Dat is wel fijn als je dat nog niet zo goed kan. Deze manier geeft mij ook wel een beetje vertrouwen in dat het misschien toch wel heel leuk kan zijn en dat het wel goed kan komen. Dit is toch dat ik denk, nou, dat wordt wel een slordig kleurwerkje. Zeker als je dan ook nog, dit zijn vrij grote bollen, hè, die ik ga kleuren. Als je dan ook nog kleine dingen en dan moet je snel. En dat is echt voor gevorderde. Ilse is natuurlijk ook een echte gevorderde. Maar hier denk ik van ja, ik moet er maar eens mee doorgaan. Krijg er ook wel schik in of zo. De 247 Burgundy. Ik
vind het altijd heel mooi als mensen mooie kleurwerkjes. Je hebt natuurlijk die prachtige stempels van de Janine's Mindful Art collectie. Elke keer wel die je prachtig kan kleuren. Ja, en dan had ik nu natuurlijk ook een set gekregen, ook in die slimline. Dan ben ik toch heel voorzichtig om die te gaan pakken. Dat durf ik dan eigenlijk niet. Maar nu ik deze mooie kleurtjes heb en een beetje ga oefenen. Wie weet wat voor een talent, verborgen talent. Even kijken. Dan heb ik de 79 Grey Lilac. Dat is een heel licht kleurtje. Zie je als ik op het acrylblok doe, vooral op het witte ondergrondje, dan zie je heel lichtjes wat kleur. Ik ben benieuwd. Oh ja, mooi. Het is echt een grijs met een warme gloed. Als ik het zo in een cirkeltje opbreng, dan denk ik meteen ook aan een parel. Wel grappig. Je kan ook zo in een bepaald licht een wat paarsige gloed hebben. Mooi subtiel kleurtje. En prachtig in combinatie met die grey violet. Van zojuist. Nice. Eens even zien, wat heb ik hier? De 204, de Dark Old Pink. Oh, ik ben benieuwd. Die noemt dark, maar zo op het... Oh jawel, ik zie wel waarom die dark heet. Zie je dat? En als je dan aan de donkere kant een paar laagjes over elkaar heen doet, dan krijg je inderdaad echt een mooie donkere kleur. En dan kan je dus ook met één kleurtje, kan je dus ja, verschillende tinten, kan je dus ook in een schaduw gaan werken. Een beetje water hier opgevallen, maar is niet zo heel erg. Dan heb ik hier de 109, Midi Sky. Heb ik weer nummers 190, pardon, ik zeg het verkeerd. Mooie sky blue, stel ik me zo voor. Voor luchten. Mooi. Ja. Kijk, supermooi. Een beetje extra water heb ik gepakt. Zien bijna te, maar dat is ook een beetje zoeken voor mij. Een beetje ontdekken. Hoeveel je dan kan gebruiken. Of ik nog moet afdeppen. Of dat je meteen vanuit het bakje water op je papier kan. Nu is het bijna te. Al moet ik zeggen dat het daardoor wel heel mooi in het natte de kleur wegvloeit. Dus het heeft ook wel wat. En aangezien ik toch met dat 300 grams papier, dat kan wel wat water hebben. Dus dat is wel een voordeel. Even kijken, dan heb ik de 186, de teal grey. Teal is altijd een mooie kleur. Nu teal grey, ben benieuwd. Oh ja. Mooi. Vinden jullie ook niet? Het is wel echt anders dan teal green. Hier zit wel meer blauw in. En natuurlijk dan wat gematteerd door de grijze tint. Een klein beetje doet me dit allemaal denken ook aan de Derwent grafiet. Of grafiet heet die zo. Ik heb zo'n waterverf setje. Ook zo mooi. Ik dacht als ik daarmee werk dan kan ik vast kleuren. Nou dat was niet zo. Daar moet je dus ook net zo goed mee oefenen. Maar dat heeft ook allemaal van die vergrijsde kleuren. Alleen veel sterker dan dit. Dus dat is wel daardoor iets beperkter. Dit zijn denk ik wel hele toegankelijke kleurtjes.
Dan hebben we hier Light Denim Blue. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. 193. Oh, dit is volgens mij mooi. Even kijken. Klein tipje. Oh ja, dit is een mooie kleur. Het zit een beetje tussen het paars en het blauw in. Dan vergrijst. Ja, heel mooi deze. Ja. Dan hebben we er nog twee over. De Old Pink 202. Zal ik eens proberen met die andere kant. Ik heb steeds de brushpunt. Dit is dan de bijtelpunt. Maakt op het acrylblok natuurlijk niet zoveel uit. De tip van Mariette was ook vooral bedoeld voor als je het direct op het papier doet. Dat ze dat niet aanraadt. Oh, dit is ook een mooie kleur. Dit is een beetje... Ja, sappenachtig is het ook niet. Maar doet me meteen denken aan lieve roze wangetjes. Misschien als je die magnolia... meisjeskleur, dat dit een mooi kleurtje is voor op de wangetjes mooie blosjes te maken. De Old Pink 202. Nice. En dan hebben we als laatste uit deze set Vintage Muted de Dark Indigo. Oh, dat is wel echt een stuk donkerdere blauw. De donkerste van allemaal. Oeh, nice. Kijk. Ook een hele mooie kleur. Zien jullie dat? Mooie set deze, de Vintage Muted. Allemaal roze, paars, blauw tinten en twee groen tinten. Nou ja, je ziet het verschil. Dit heeft echt felle, knallende kleuren, intensief van kleur. En dit heeft allemaal een beetje een vergrijsde, wat afgematte kleur eigenlijk. Heel mooi. En je kunt ook wel goed zien in beeld dat het, zeker voor een beginner zoals ik, hier beter te doen is op deze manier om te blenden. Ten opzichte van het meteen op het papier. Plus dat ik echt een stuk makkelijker, niet overal hoor. Ik heb echt nog wel buitenlijntjes op sommige plekken. Maar wel een stuk minder erg als met deze manier. Ik ga ze weer mooi in een doosje doen. En dan de laatste kom ik straks weer bij je terug. Nou, ik heb weer netjes opgeruimd. En dan ga ik nu met het laatste setje Nature. En die heeft de code, even zoeken, JMAESMARK05. En deze wil ik graag gaan uitproberen met, zojuist had ik dus een lege waterbrush, dus daar zat geen water in. En dan alleen dippen in het waterpotje. En nu wil ik, en natuurlijk op het acrylblok, nu wil ik op het acrylblok met een gevulde waterbrush gaan werken. En ik ga deze even het waterbakje wegzetten. Kijken of ik die niet nodig heb. Nou, laten we maar gewoon beginnen. Ik begin met de 168 Dark Forest Green. Een mooie groentint. Een gevulde waterbrush. Nee, ik doe het fout. Deze was het. Mooie groentinten. Je ziet ten opzichte van deze groentinten heeft hij iets of wat blauwigs.
Mijn gevulde waterbrush gaat eigenlijk best wel goed. En wat ik begreep was dat sommigen de voorkeur hebben aan een lege waterbrush en een bakje water, omdat je dan iets meer controle hebt. De waterbrushes geven soms wat meer water af, de andere keer wat minder. En met het, met een lege die je kan dippen, heb je iets meer controle. Dus dat is op zich, klinkt dat heel aannemelijk. Maar ik ga op deze, met deze nog even verder. Dit wordt de kleur 24. Wow, Marie Gold. Een gele, warme gele kleur. Ik kan bijna zeggen oranje geel, denk ik. Als ik het zo op het acrylblok zie liggen. Deze gevulde waterbrush is de middelste maat. Misschien is dat ook wel wat het iets moeilijker maakt binnen de lijntjes te blijven voor mij. Maar goed, dat gaan we ook allemaal nog uitproberen en testen. Bevalt het mee? Het is een mooie, warme gele kleur. De 24 Marigold. Dan heb ik hier de 230, de Grayish Green Sage Dark. Dus nee, dat dat allemaal op dat dopje past, hè? Moet je kijken. Piepklein, waar zijn jullie? En dat past er allemaal op. Dus de 230. Oh, dat is ook een mooie kleur. Ja. De kleur is mooi, maar ik ben toch een beetje aan het stoeien met dat blenden. Ik had nu inderdaad dat mijn kwast weer wat minder water afgaf. En dan moet je echt wel weer even een beetje moeite doen om te blenden. En wat dan sneller, met name dit papier wellicht. Maar een beetje rult, een beetje minder die kleur ja, losmaakt of zo lijkt het net. Dan heb ik hier de GG7, de Green Grey. Oh, die ziet er echt grijzig uit. Wellicht dat hij dan een beetje een groenige gloed heeft. En als je dat dan hier op het papier zo niet direct ziet. Maar waarschijnlijk als je er een andere, een blauwige grijs of zo naast zou zien. Dan zie je wel heel duidelijk die groene gloed. Maar het is een hele mooie grijs tint. Koelere, ja, wat koelere kleur. Ik vind het wel mooi. Dan heb ik hier de Terra. Mooie warme bruin verwacht ik daarvan. Ja, kijk. Een beetje ja, terracotta kleur is ook een beetje oranje bruin. Ik had hem iets roder verwacht zelf, maar dat is misschien meer op mijn verwachting dan, want het is geen lelijke kleur. Maar als ik aan een Terra denk, dan denk ik aan die terracotta potten. En ja, dat verschilt natuurlijk ook wel, hè. De ene zijn ook wat bruiner dan de andere. Die hebben weer wat meer oranje-rode kleur. Mooie kleur. Ik snap wel dat die in de Nature serie zit. Moet meteen aan een reetje of een vosje of zo denken. Hier heb ik de 94. De Brick. Nou moet ik even goed kijken. Brown. 94. Brick Brown.
Het is een iets donkerdere, warme kleur. Op het papier heeft hij dan weer minder die warmte dan ik hier zo op het blokje had gedacht. Zo. De volgende is de Stone Grey 105. Die heb ik daar. Ik kom er nou ook achter dat als je de stift aan de... Er zit hier allemaal aan één kant zo'n grijze lijntje. En als je hem daaraan openmaakt, dan is dat altijd de brushpunt. En de bijtelpunt die zit aan het witte kantje. Misschien denken jullie allemaal, ja duh, dat wisten we al lang, hadden we al lang door. Dat heb ik dus nu pas door. Maar dat is wel handig, want dan hoef je dus niet elke keer naar dat plaatje te kijken als je aan het kleuren bent. Maar dan heb je wat sneller in de smiezen van, oh, het grijze kantje, dan heb ik die punt te pakken. Mooie kleur. Doe me even denken aan de olive green. Toch is die wel weer echt anders. Leuk om te zien. Zo. Dan hebben we er nog 5 over. 5 kleurtjes. Dit is 97. De roze, roze beige. Een roze beige kleur. Dus daar heb ik. Zat ik zo. Zelf geen voorstelling bij. De 97. Dat is weer een beetje veel water. Ja, ik denk dat ik wat Janina had getipt... echt ook aanraad voor beginnende kleurders om met een lege waterbrush te kleuren met een bakje water. Het is namelijk, dan kan je iets makkelijker opbouwen. Ik heb nu toch weer iets meer moeite met het blenden af en toe. De ene keer, net als hier, kreeg ik wel mooi voldoende water eruit. En de andere keer, dan is hij wat droger en dan... Dan wil je eigenlijk meer water, maar als je dan weer knijpt erin, dan is het eigenlijk weer te veel. Dus tipje van Flip. Deze manier. Op het blokje met een lege kwast en een bakje water. Ja. Maar ik ga nog even gewoon door zoals ik het deed. Want dan heb ik ook mooi die verschillen op een rijtje. Dit is nummer 44. En dat is Fresh Yellow. Hier hoorde je dat piepen. Zou de kippenvel van krijgen, hè? Mooie frisse kleur. Ja. Lekker kleurje geel. Lekker zonnig. Die ten opzichte van deze, die is weer nog wat warmer dan deze geel. Dan hadden we Dark Yellow, nummer 31. Die gaan we er even achteraan zetten. Oh, grappig. Ik dacht, dan lijkt dat vast weer meer op die lemon. Maar dat is ook echt niet zo. Dit is dan, gaat dan weer meer naar het okerachtige toe. Wat donkerder, warme kleur. Leuk. Kijk, en ze zijn... Natuurlijk kan je met één setje al hele mooie kleuren... Plaatjes kleuren. Alleen, je kan ze natuurlijk ook...
mooi met elkaar combineren. Barn Red. Dat is een 145. En dan zijn we er bijna. Oh. 245 Barn Red. Had ik ook een andere voorstelling bij toen ik het naampje zag. Maar die bruine rand die verraadde natuurlijk dat we niet echt aan een rode kleur moesten denken. Met een mooie bruin tint. Ik denk dat je hier ook met deze set mooie bloemen en planten kan kleuren, maar ook diertjes. Want er zitten verschillende roodtinten in. En de laatste, nummer 92, de chocolate. Oh, dat is een wat koelere bruin tint. Mooie kleur. Met deze kan je denk ik ook wel mooie herfsttekeningen, stempels. Met bladeren, die warme roodtinten, die warme bruintinten en oranje, geel. Ik zie het al helemaal voor me. Nu nog even oefenen. Dat zijn alle kleurtjes. Dit zijn de kleuren uit de Nature Set. Nou, ik vind het heel leuk om te zien hoe ze geworden zijn, hoe de kleuren zijn. Er was er nog eentje, maar dan ga ik even nakijken die ik moest aanpassen. Had ik de, volgens mij was de die, hè, 84 in plaats van 48. En ook ja, de technieken. Ik denk dat deze beter bij me past. En misschien dat als ik het nou ja, vaker doe en er steeds beter in wordt, dat ik dan naar die over kan stappen en misschien zelfs die erbij kan toepassen. Of kan combineren. Maar in eerste instantie ga ik met deze techniek dus een droge kwast, een bakje water en een acrylblok werken met deze ja, mooie stiften, mag ik wel zeggen. De lightmarkers. Ik ben er wel blij mee. En nou, ik hoop dat jullie leuk vonden om te zien hoe de kleuren worden op papier. Ook wel het testen. Misschien was jij net als ik ook wel iemand die nog niet zoveel kleurde, omdat je vond dat je het niet kon. Maar ja, ik zou echt gaan proberen, want het is wel ontzettend leuk. Je kan denk ik hele mooie dingen maken. En het is best, het is ook eigenlijk wel ontspannen. En wat kan er nou helemaal misgaan? Als het plaatje niet helemaal lekker gekleurd is, dan doe je het gewoon opnieuw. Met stempels kan dat natuurlijk altijd. Laat me weten wat je ervan vond. En ja, dan zie ik je graag de volgende keer weer. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!